Naar het allereerste vakantieweerbericht van Beer Plaza. In het zuiden van Nederland zal de zon nog behoorlijk schijnen op de zaterdag. Maar in het noorden komt de bewolking al binnen drijven. En wie dus naar de Waddeneilanden gaat, moet rekening houden met een grijze start van de vakantie. Maar de zondag maakt dan waarschijnlijk wel weer wat goed. Dan schijnt de zon wel weer overal geregeld. Maar u ziet ook de temperaturen zijn dan wel gedaald in een groot deel van Nederland, tot zelfs onder de 20 graden. Ga je naar Frankrijk, dan ziet het weerbeeld er een stuk beter uit daar veel zonneschijn. In de loop van de dag wordt de lucht wel onstabiel en kunnen er verspreidt een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Dat gebeurt zowel op de zaterdag als de zondag. De temperatuur in de noordelijke departementen zal van de zaterdag naar de zondag iets gaan dalen. Maar in de rest van Frankrijk blijft hij gewoon op zomers tot tropisch niveau. En dat geldt ook trouwens voor Duitsland. Ga je nog verder naar het zuiden, dan zie je dat de zon echt flink schijnt. Zowel in Spanje als in Italië en ook in Kroatië en verder naar Zuidoost-Europa toe. Verder temperaturen van ruim boven de 30 graden. Dat Geldt ook voor de zondag. De lucht wordt wel wat onstabieler in de buurt van Kroatië en misschien ook in het noorden van Spanje, maar over het algemeen is het toch nog heel aardig weer op de meeste plaatsen. Ik wens u alvast een hele fijne vakantie toe.